Yo kijkers van mijn kanaal, tof dat ik weer kijk naar een nieuwe video van GT5 Online. Ja ja, ik hoop dat iedereen allereerst hartstikke gaat genieten van deze video. Mocht je dat doen, houd natuurlijk sowieso even een like op je hand. Natuurlijk sowieso even allemaal op het abonneerknopje, wordt heel erg gewaardeerd. En dan zeg gewoon let's go jongens, wat we vandaag gaan over gaan hebben, wat we vandaag gaan laten zien aan jullie, is als volgt. Hoe ga je een office kopen en hoe kan je een vehicle warehouse kopen? Want jongens, vandaag gaat het om de vehicle cargo hè. Jullie weten misschien sommige, de vaste kijkers van jullie weten waarschijnlijk ook wat. Tijdens heb ik een video gemaakt over vehicle cargo, warehouse. Die heb ik niet kunnen uploaden omdat de opname niet is gelukt. Dus ik ging opnemen, maar hij was eigenlijk niet aan het opnemen. Dat was heel erg zuur. Ik ga even checken of je wel aan het opnemen is. Ja, hij is aan het opnemen. Maar wat we vandaag gaan doen jongens, LDS. Als je een office hebt, die laat ik dan meteen zien hoe je die kan kopen. Als je die niet hebt, laat ik het zo zien. Als je die wel hebt, ga je op je computertje zitten. Of ja, op je computertje zitten, klinkt niet heel fijn. Je gaat zitten op je stoel. Druk op A of X, maakt niet uit waar je speelt. Vehicle cargo, warehouse map. Zoals je kunt zien trouwens, wacht even. Sorry, voel mijn stem misschien. Zoals je kunt zien, ik heb 12,7 miljoen al verdiend met mijn vehicle warehouse. Op zich wel nice, op zich wel netjes. Maar wat je eigenlijk moet hebben, is eigenlijk een vehicle warehouse. En hoe je daar kan komen, je moet eentje kopen natuurlijk, dat is het beste. Maar hoe koop je er een? Ja, op deze manier kan je het kopen. Alleen je moet dus een office hebben en een vehicle warehouse kan je daarbij aanschaffen. En hier zie je het, ik heb La Puerta Vehicle Warehouse. Deze kost volgens mij 2,7 miljoen, 2.715.000 als ik het goed heb, weet niet zeker. Maar als je daar niet genoeg geld voor hebt, kan je ook bijvoorbeeld, nou dit is het duurste, ik zou het niet aanraden, dit is echt een nare plek ook, kom je niet heel makkelijk. Maar als je goedkoopste wil, is ook gewoon prima, die is 1,5 miljoen. Dat is de allergoedkoopste, die zou ik niet aanraden, dat is een gang hideout in de buurt, precies in dit straatje. Hier ga je dan eruit en op dit straatje, in dit steegje, heb je allemaal gangmembers en zo. Dus als je daar gaat schieten of opgeschoten wordt, komen al die mensen achter je aan. Dan ben je de Sjaak. Ik zou gewoon deze aanraden, de La Puerta, dat vind ik het makkelijkste. Als je die hebt en je vehicle cargo stelen, klik je op Source Vehicle, Confirm en dan krijg je een missie en dan moet je gaan stelen. Zo simpel is het. Ik ga jullie dat niet laten zien, denk ik. Nee, ik ga nog even snel laten zien hoe je aan de office kan kopen. Komen, sorry. Want zoals je kunt zien, ik heb deze. Op de kaart. Ik kan het ook wel even laten zien via je telefoontje. Op je telefoontje moet je kopen via internet. Dynasty 8 Executive. Enter site. Kijk, natuurlijk staat hier alles bij, hè. Maar als je het echt goed laat zien. Offices. Kijk, bij mij staat er eentje. Het is normaal 1 miljoen. Maar bij mij is die free. Gratis. Wat het komt, als jij de special edition van GTA 5 hebt. Dan heb jij natuurlijk ook de starter pack. Als je die code hebt ingevuld, dan heb je die. 1 miljoen. Heb je gratis office. Gratis businesses en shit. Zal ik jullie wel aanraden, als je dat niet hebt, maakt het niet uit, dan moet je gewoon 1 miljoen hebben. Deze week is alles ook in sale, dus als je kijkt naar het decor, dit is de duurste, dit is 1 miljoen. Nu 600k, dat is gewoon 40% korting, dat is op zich al lekker. En wat je erbij moet kopen, ja, personeel mag je zelf bepalen, vrouw, man, maakt niet uit. Naampje kiezen, nou, ik heb Your Nightmare om gewoon even mijn oude PC naam of mijn main PlayStation account naam erin te houden op Xbox. Maar ja, zo kan je dus allemaal lettertypes kiezen, een mooie kleurtje erbij, nou, helemaal top. Gunlocker. Kijk, als je nou een groot speler bent of een groot speler. Als je een speler bent met heel veel wapens, als je een hoog level bent, dan zou ik je aanraden om eentje te kopen. Het hoeft niet per se in elke business. Je kan ook een motorclubhouse in je bunker, in je facility, in je motorclubhouse, in je office, in je arcade. Volgens mij, ik heb overlaat je al een weaponlocker. Voor gunlocker, sorry. Maar dat zou ik wel aanraden. Safe zou ik niet doen. Want als je meer geld hebt, stel ik heb nu 61 miljoen op de bank. Maar dat is ook wel een dingetje, als je 25 miljoen verdient met cellen van je special cargo, dus je crates, krijg je heel veel geld op je vloer. En als je je kluis hebt, gaat er heel weinig op de vloer komen te liggen. En dan kan je deze shock ook aanraden, dan kan je er altijd spannen. En dan, ja, we klaar. Maar als je die vehicle warehouse hebt, als je die vehicle warehouse hebt gekocht, ja, op zich, je moet gewoon, het simpel is dat je gaat naar je vehicle warehouse, ik kan het nog even laten zien. Vliegen we er even snel in natuurlijk. Och, dat mopra staat er niet, hè? Nee. Oh, nu toch wel snacks nodig hebben. Hé, hey, ja, hoe kan ik helpen? Ja, dankjewel mevrouw. How do you choose between your children? Ik heb geen kinderen. Your personal vehicle is being brought up now. Dank u wel. Oké, heel random dit. Maar maakt niet uit. We vliegen er gewoon even snel in en dan zie ik je zo meteen weer. Ja, ja. Daar ben ik dan. Daar zijn we dan. Oh, wacht, deze staat even verkeerd. Want ja, wat je moet doen jongens, als je deze hebt, of je maakt niet uit welke je hebt, je rent een blauw cirkeltje en je gaat naar binnen. Bij elke building natuurlijk. Dat was heel snel. Oké, dankjewel Xbox, thanks. Maar als jullie kunnen zien jongens, je hebt hier heel veel auto's staan, tenminste heb ik. Jullie hebben als je net gekocht heb je er 0. Misschien een paar in een garage, maar dat zijn niet van jou.
Wat ook wel iets leuks is, jongens, als je naar beneden gaat bij dit deurtje. Bij dit deurtje. Bij deze deur, hoe moet ik het noemen? Ik ga naar beneden, heb hier zo'n deur nog. Hier staat de Phantom Wedge. Maar leuk gedaan, je krijgt ook allemaal een cutscene als je voor de eerste keer in de vehicle was gaat, dat die allemaal vehicles komt staan. Zoals jullie kunnen zien, ik heb de Phantom Wedge. Phantom Wedge, hoe moet ik het uitspreken? De groot vrachtwagen met de punt. Op zich wel nice, die kostte met 2,6 mil. Ga je wel even laten zien wat ik ook wil uitleggen. Want wat je met de vehicle warehouse kan, dat betekent dat je ook heel van die vehicles kan kopen. Dat zijn, kan ik je even snel laten zien, kan het schiet op. Dat is de Ram Buggy, kan hierin. De Import Export, de Phantom Wedge. De Technical Aqua, de Blazer Aqua, de Armor Boxville, de Wastelander, de Hooner 2000 en de Rocket Voltic. Die kan je allemaal dan kopen, want normaal kan je die niet kopen, mits je, dus als je een vehicle warehouse hebt, kan je die wel kopen. Zo simpel is het. Ondertussen moeten wij helemaal weer naar boven gaan rennen om nu nog wat te laten zien. Oké. Dit gaat nog wel verduren. Ik ga de video niet op pauze klikken, we gaan gewoon verder zo. Oh, dat is zo gebeurd. Ja, we zijn alweer bijna boven. Nice. Hey, paarse deur. Even kijken, gaan we even kijken jongens. Want ik heb nog een hele mooie tip voor jullie. Hoe je een makkelijkste vehicle cargo kan stellen. Want als je slim bent, ga je even zitten eerst. Ga maar zitten. Over. Nee, maar wat je allemaal doet jongens, is een tip. Je ziet allemaal standaard range, mid range. En dan heb ik ook een top range. Een top range. Ik ga je uitleggen wat het allemaal inhoudt. Een standaard range kan je stellen. Dat zou ik niet aanraden allereerst. Want als jij een standaard range gaat stellen, krijg je er bijna niks voor. Je moet dus 15k krijg je ervoor of je betaalt $0. Of je betaalt $3,700. En dan krijg je 26k. Of $7,500 betaal ik echt 37,5k. Dus 30.000 winst. Hartstikke mooi natuurlijk, hè? Dat zou je denken. Maar, dat is nog een heel mooi maniertje. Daar kom ik zo meteen bij je op. Als je midrange gaat stellen, krijg jij 25k met $0 betalen. $6,250 moet je betalen, krijg je 43k terug. En betaal je $12,500, krijg je $50.000 winst. Hartstikke top ook. Maar nee, want jongens, hier komt de hele trick. De hele manier. Als jij 10 standaard range, ik heb er 9. Als je er 10 van hebt en midrange ook 10 van hebt, dat heb ik dan wel. Als je allemaal 10 van hebt, van 10 midrange, 10 standaard range, dan krijg je alleen maar top range. En dat wil je. Want als je een top range gaat stellen, krijg je er $100.000 voor en dan betaal je maar 20.000. Je betaalt 20k, krijg je 80k winst. Hoe mooi is dat? En dat is de hele manier, jongens. Dat is de hele trick eigenlijk. Je moet eigenlijk al die midrange en standaard range zien. Ik heb 1 top range, maar ik heb heel veel midrange, standaard range, genoeg. Nee, die sell ik niet. Het enige wat ik sell is de top eentjes. En daar krijg ik heel veel geld van. Helemaal top. En dus, dat zeg ik. Ik sta er ook wel even eentje. Ik krijg over enemies waarschijnlijk. Oh, mijn beeld. Shit. Sorry. Sorry voor beeld even waarschijnlijk. Ja, nu is dat goed. Want wat je hierbij moet doen, jongens. Je moet even trekken weghalen. Je verandert het kenteken. Ik doe meestal gewoon mat zwart. Kleurtje vind ik wel nice. Je hoeft niet van alles wat te doen, hè. Je hoeft niet voor de wheel type. Ik doe gewoon lekker over rood voor nu trouwens. Zo. En wheel color hoeft niet, kan niet. Oké, daar is mijn plek. Oké, dat hoeft allemaal niet. Je hoeft meestal alleen de wielkleur of de wielsoort aan te passen. Van de wielen en ben je klaar. Ga hem deliveren. Maar jongens, hier komt de moeilijkste stuk. Want, oh, we moeten ook gewoon 4 mijl bijna. Ik ga ook gewoon een hele opname laten zien, zodat je kunt zien hoe erg het is als je het solo stelt. Want jongens, hier komt ook het volgende. Als jij in een sessie zit, ik zeg maar met je vriend, in een public sessie invite only, maakt niet uit, als hij zijn eigen ding doet, zijn eigen CEO, krijg je geen enemies. Dan zit een andere player in je sessie. Maar ga je vehicle cargo stellen, terwijl je alleen in een sessie zit, alleen je eigen CEO, dan krijg je altijd enemies. En dat wil je absoluut niet zoals ik nu heb, want jullie kunnen zien, je krijgt zo'n rest 98k, dat krijg je, dan gaat er alweer het af. Dat geld de bovenste bedrag, zeg maar, dat ga je krijgen. Maar dat bedrag eronder is wat het waard is als je die auto zelf wil kopen in de online game. En de rest van erin staat nog ook, dat daaronder staat nog wat tijd. Nou, tijd is niet zo belangrijk als je maar haalt. Zo simpel, ja, dus eigenlijk is het wel belangrijk, ik heb niks te zeggen. Maar hè, het gaat erom dat je gewoon letterlijk waar die vehicle cargo zo snel mogelijk moet deliveren. Dat is het hele idee. Top range altijd cellen, deliveren zo snel mogelijk, plus proberen de 100k aan te houden. Ik heb nu, zit ik in een solo invite only, dus ik zit er alleen in, krijg ik altijd enemies. Maar stel, ik zit met een vriend in mijn sessie, hij is in zijn eigen CEO, krijg ik geen enemies. Dus dat is wel leuk en waarschijnlijk zit daar het systeem achter ook. Van, hè, weet je, als er andere players in je sessie zitten, dan krijgen ze ook zo'n melding van, hè, oh, je kill hem of steal die auto en deliver, dan krijg je geld.
waarschijnlijk enkele andere player in jouw sessie zit die dat kan doen, omdat je alleen bent, dan moeten de enemies gaan komen en die moeten die hele auto maar kapot gaan schieten. En dat blijkt ook, hè. Dus dat is het wel, helaas. Wat is het? Dat is gewoon heel naar. Want je ziet al, het kan gewoon rustig door. Ik weet natuurlijk niet hoe ik dan Mulkje ben gecrashed eigenlijk. Want normaal jongens, ik kan niet zo heel goed rijden, weten sommige van jullie ook wel. Maar hè, maakt niet uit. Maar we zitten nu op ongeveer 3k eraf van de 100.000. Op zich, ik vind het niet verkeerd. Kijk, we zijn ook al bijna niet goed onthouden waar die afslag is. En dat is ook een gouden tip. Want jongens, je ziet, we moeten helemaal om die wijngaarden. Of en je allemaal om die druivensap, weet ik voor de kruil maar heet. Je moet er allemaal omheen rijden. Maar als je oplet, ga je door dit bochtje hier. Uit even lentjes, ga je hier tussendoor. Hier zo op rood een beetje, kan gewoon. Je raakt niks als je gewoon goed rijdt. Ga je hier tussendoor, ga je omhoog. En pas een 1 mijl of zo moet je nog 0.30. Hoe top is dat? Weet je, het is gewoon echt een halve mijl. Volgens mij gewoon letterlijk overgeslagen door die hele weg te gaan volgen. Nee, dat is zo'n op rood stukje. En dan ben je er al. Oh, ik ben nog even daar voor ongeluk, sorry. Mijn fout. En dan deel ik hier meer in. En zodoende is dat alweer klaar. Delivered, 97k. Nou, dit is nog best wel netjes, jongens. In de vorige video, die dus helaas mislukt is. Wacht even goed kijken. Ja, dat gaat goed. Die is helaas mislukt is. Hebben we natuurlijk. What the fuck? Hebben we natuurlijk ook gezeild en zo. Maar, ja, het had echt 10k eraf. 12k. En we letten maar 3k eraf. En we hebben zelf drop off. Hoe nou is dat? Nou, helemaal top. Hé, hey, jongens, ik hoop dat jullie wat hebben gehad aan deze video. Ik in ieder geval. Ik denk het wel. Als ik een beginner zou zijn, had ik denk ik best wel naar uitgekeken om dit überhaupt te kunnen kopen. Heel veel geld vind ik om het te kunnen kopen inderdaad. En dan gewoon lekker dit kunnen grinden. Dus ik hoop dat iedereen heeft genoten van deze video. Heb je daar wat aan? Laat natuurlijk sowieso even een reactie onder deze video. Of reactie achter onder deze video, sorry. Als je dat hebt gedaan, ram natuurlijk ook nog even sowieso alsjeblieft op like knopje. Ram natuurlijk sowieso op het abonnee knopje. Ik wil sowieso iedereen bedanken die heeft gesubbed. Want ik zag jongens dat we laatst in een nacht hebben 10 subs erbij. Ik weet ook niet hoe. Ik waardeer het oprecht, geloof mij. Ik waardeer het echt. Maar ik hoop dat iedereen heeft genoten. Like knopje, abonneer. En hoop ik iedereen later te zien naar een nieuwe video of livestream. Peace jongens en heb een hele fijne dag. Laters.